Margaretha van Parma was een halfzus van Philips de Schone. Zij werd in 1559, net voor de Nederlandse opstand, door Philips II benoemd tot landvoogdes van de Nederlanden. In 1566 werd haar middels het document Smeekschrift der Edelen gevraagd wat toleranter te zijn ten opzichte van de godsdienst. Zij stemde in met een kerkelijke rechtbank in de Lage Landen. Zij maakte na 6 jaar plaats voor de hertog van Alva. Kort daarna brak de beeldenstorm uit. Omdat de protestanten het katholieke geloof te uitbundig vonden, begonnen ze een hetze tegen de rijke katholieke kerk. Op 10 augustus 1566 bestormden ze, samen met de Calvinisten, honderden kerken in ons land. De beeldenstorm was een feit. Deze Nederlandse opstand zou in 1568 uitmonden in de 80-jarige oorlog. Fernando Alvarez de Toledo, beter bekend als hertog de Alva, kreeg van Philips II de opdracht om de Nederlandse bevolking samen met zijn leger onder de knie te krijgen. Vele protestanten werden onder zijn invloed vermoord. Alva werd later een minder geliefde landvoogd van Nederland. Het Wilhelmus werd geschreven rond 1570. De basis van het Wilhelmus zijn de onrust en problemen tijdens de 80-jarige oorlog. Het weerspiegelt de tweestrijd die Willem van Oranje had tussen het trouw zijn aan de Spaanse koning en het dienen van het Nederlandse volk. Het Wilhelmus is 15 coupletten lang en sinds 1932 ons officiële volkslied. Willem van Oranje had als bijnamen Willem de Zwijger of Vader des Vaderlands. Hij was stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Willem van Oranje had een rijk huwelijksleven. Na liefst 4 vrouwen waren 15 kinderen het resultaat. Tijdens de 80-jarige oorlog werd er in Europa veel gevochten. In 1580 veroverde de hertog van Alva de stad Lissabon en niet veel later namen de Spanjaarden Antwerpen in bezit. Mede daardoor vluchtten er veel Spaanse Joden en later ook kooplieden naar Amsterdam. De Gouden Eeuw brak aan. De eeuw waarin de Republiek Nederland machtig en rijk wordt. Na de moord op Willem van Oranje werd zoon Maurits de nieuwe leider van de opstandelingen. Inmiddels waren de Spanjaarden de bezetters van Breda. Door een list van Maurits, hij had naast Turf ook 75 soldaten aan boord, kon hij de Spanjaarden overrompelen. Door de 80-jarige oorlog was er geen vertrouwen meer in koningen en landvoogden. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd in 1588 een feit. Echter, Maurits van Oranje wilde alleen maar meer macht. Johan van Oldenbarneveld was het daarmee niet eens. In 1618 vond er een staatsgreep plaats die Johan zijn kop kostte. Dat hij van ons mag weigeren. De vader van Piet Hein, ook Piet genaamd, had een haringschip. Zoon Piet kwam in dienst van de VOC en later bij de West-Indische Compagnie. Hij werd beroemd omdat hij de Spaanse vloot overmeesterde, de Zilvervloot. Een vloot met louter zilver en goud aan boord. Hij verdiende en stal veel geld van de Spanjaarden. Door zijn daad werd hij benoemd tot luitenant-generaal. In 1609 sloten de Spanjaarden een wapenstilstand in den landen. Er volgde in 1618 een kerkvergadering die de geschiedenis inging als de Dordtse synode. Tijdens deze synode ontstonden de Dordtse leerregels. Ook de vertaling van de Bijbel in het Nederlands, de zogenaamde Statenvertaling, is toen ontstaan. Bij de Vrede van Münster werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een zelfstandig land. Dat gebeurde in 1648, nadat bleek dat de Spanjaarden de 80-jarige oorlog hadden verloren.